De Schoolbrug is een schoolintern begeleidingstraject waarbij leerkrachten, klassen en ouders als evenwaardige partners samenwerken om schooluitval te voorkomen. We zijn heel blij dat de Stichting PNV het belangrijke thema van schooluitval heeft uitgekozen, dat in Antwerpen toch geen onbelangrijk thema is. 28% of bijna 30% van de jongeren in Antwerpen stroomt ongekwalificeerd uit het secundair onderwijs. We werken samen met scholen, proberen met jongeren te werken die een grensoverschrijdend gedrag vertonen. De bedoeling hiervan is dat de jongeren er zelf iets uit leren, maar dat de leerkrachten er ook iets uithalen zodanig ze dit in de volgende jaren ook kunnen gebruiken. Dus dat we onze expertise kunnen achterlaten om dit bruikbaar te maken voor het schoolteam. De Schoolbrug die is dikwijls afgekomen aan ons school eigenlijk. En zij hebben gewerkt met onze leerlingen op een ander niveau dan wij dat zouden kunnen. Wij zijn maar één medium, dus wij kunnen de leerlingen helpen, maar er zijn ook veel andere organisaties en als iedereen samenwerkt op deze manier, dan zijn er meer leerwinsten voor de leerlingen. Schoolbrug was voor mij echt wel goed en voor de rest van de klas ook, omdat wij toen juist geslaagd zijn. Het Schoolbrug heeft ons geleerd van hoe we met elkaar moeten omgaan en zo. Niet pesten. Elkaar helpen. Elkaar meer steunen. Het is onze droom, onze hoop, dat jongeren zich veel beter voelen op school. Dat ze terug aansluiting vinden in een omgeving die heel onderwijsondersteunend is. En wij hopen dat wij ons geloof in de jongeren kunnen overbrengen naar de leerkrachten en naar de hele samenleving.